In de mechanica-cursus is het belangrijk om vectoren te kunnen ontbinden in de componenten volgens de verschillende assen. Laten we starten met een eenvoudig voorbeeld. Stel, we hebben een vector met lengte r die een hoek theta maakt met de x-as. Als we daar de x- en de y-component van willen bepalen, maken we best gebruik van het beeld van de goniometrische cirkel. Een goniometrische cirkel, als we daar gaan kijken, is de cosinus gedefinieerd als de projectie op de x-as en de sinus van de hoek gedefinieerd als de projectie op de y-as. Wat we hier hebben is eigenlijk iets gelijkaardigs. Alleen is de straal van de cirkel niet 1, zoals bij een goniometrische cirkel, maar r. Dit betekent dat we dit gewoon moeten herschalen met een factor r. En dus de x-component van deze vector is r cosinus theta en de y-component van deze vector heeft een lengte r sinus theta. Goed, wat gebeurt er nu als niet de hoek is met de x-as die gegeven is, maar de hoek met de y-as? Dus we hebben opnieuw een vector en een lengte r. En nu is de hoek met de y-as die gegeven is. Eigenlijk kunnen we datzelfde beeld gaan gebruiken, maar moeten we die cirkel een kwartslag gaan draaien. Wat hebben we dan? Projecteren volgens de hoek cosinus theta. Herschalen met een factor r heeft r cosinus theta. Projecteren volgens de complementaire hoek heeft sinus theta. Herschalen met een factor r heeft r. En wat zien we? De as hier is naar links georiënteerd, terwijl hier de as naar rechts georiënteerd is. Dus dat betekent dat positief en negatief omwisselen. Dus komt er hier een extra minteken bij. Goed, een volgend voorbeeld. Wanneer die hoek die vector maakt negatief is, dus stel terug een hoek met de y-as. Maar de hoek is naar links. Dit is eigenlijk dat beeld van daarnet, maar gespiegeld ten opzichte van deze as. Wat zien we? Projecteren volgens de hoek cosinus theta. Projecteren volgens de hoek. Deze heeft terug een lengte r, dus herschalen met r en vermenigvuldigen met de cosinus theta. Dit wordt r sinus theta. En we zien de assen staan volgens dezelfde richting georiënteerd. Dus r cosinus theta, r sinus theta. Nu kan het ook zijn dat de hoek die gegeven is, een hoek is met de x-as. Maar dat die hoek groter is dan 90 graden, dus een stompe hoek is. Dus stel, we hebben terug de vector r die hier ligt. En nu is theta deze hoek. Dit is eigenlijk terug het oorspronkelijke geval, want de hoek is gedefinieerd ten opzichte van de x-as. Alleen is dat nu een stompe hoek. Dus eigenlijk is dat dit geval. Hier vinden we terug cosinus theta, sinus theta, herschalen met een factor r. Wordt r cosinus theta, r sinus theta. Hetzelfde kunnen we doen als die hoek theta nu een hoek is met de y-as. Dus stel dat dit onze vector is met lengte r. En die maakt een hoek theta met de y-as. Hetzelfde principe van daarjuist. We draaien de goniometrische cirkel. Projecteren op de as waar de hoek vertrok is met de cosinus. Dus dit is hier r cosinus theta. Dit wordt r sinus theta. We zien dat de pijl is omgedraaid. De richting van de as is tegengesteld, dus er komt een extra minteken bij.